De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in India, Arun Kumar Hardin, heeft op zondag 5 november zijn geloofsbrieven als niet-residerend ambassadeur aangeboden aan de president van de Socialistische Democratische Republiek Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Bij deze gelegenheid wenste president Wickremesinghe de ambassadeur een succesvolle ambtstermijn en gaf aan uit te kijken naar de verbreding van de bilaterale relatie met Suriname. De regering van Suriname en de regering van Sri Lanka zijn vanaf 2012 diplomatieke betrekkingen aangegaan. Minister Stephen McAndrew van AWJ heeft op 3 november een full scholarship voor studie in het Koninkrijk Thailand in ontvangst genomen van de honorair consul van het Koninkrijk Thailand, Maurino Pansa. De honorair consul deed een beroep op de minister om erop toe te zien dat de scholarship goed wordt benut. De minister beloofde alles in het werk te stellen om een Surinaamse student in 2024 voor studie te sturen naar Thailand. Het Directoraat Technologische Innovatie van het ministerie van ESOIT heeft in samenwerking met Canada CARICOM Expert Deployment Mechanism het project getiteld Capacity Development Government Institution Ministry ESOIT uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit project is Melanie Boyd aangetrokken om een training te verzorgen voor het schrijven van projectvoorstellen. De training duurde 2 weken en de afsluiting vond gisteren plaats in de vergaderzaal van het ministerie.